als u het nog niet wist. Dit is TV Mist. Dag iedereen, welkom bij de nieuwe aflevering van TV Mist. Vandaag richten we onze schijnwerper op 3 onderwerpen. We beleefden een fantastisch schoolfeest. Zap eens lekker door. De actie Chocomousse voor Bednet zorgt voor een schitterende opbrengst. Het project Edifix laat de leerlingen van het 6e leerjaar ondernemen en proeven van de nieuwste technologie, de iPod Touch. Op zaterdag 13 februari presenteerde VWS Beast het schoolfeest Zap eens lekker door. Alle klassen van klein tot groot verzorgden een tv-uitzending. De bijna 3 uur durende uitzending werd gesmaakt door iedereen. Hopla, docu's, de ontwerpers. Meneer De Uil, Pippi Lankhuis en het journaal. Sport en jammers. Kabouter Wesley en Man bij het hond. So you think you can dance. En nog veel meer vulden deze leuke avond. Het volledige schoolfeest kan op dvd bekeken worden. In deze uitzending tonen we een klein stukje, het 6e leerjaar So You Think You Can Dance. Goedemorgen, zo klinkt het elke morgen vanuit de luidsprekers in de 6e klas. Dit is het teken dat we weten dat Anton klaar zit achter zijn computer om de lessen mee te volgen. Anton uit het 6e leerjaar herstelt nog steeds van een verkeersongeval. In oktober vorig jaar werd hij aangereden door een vrachtwagen. Maar gelukkig hoeft hij niet te missen van wat Mr. Peter te vertellen heeft. Dankzij Bednet volgt Anton de lessen live mee. Met een webcam en een computer kan Anton alles volgen. Precies alsof hij elke dag in de klas aanwezig is. Fantastisch voor Anton, niet? Bednet is een organisatie die wel steun nodig heeft. Ze leeft vooral van donaties en subsidies. Anton en zijn ouders namen samen met de school het initiatief om chocomousse te verkopen. Dankzij de enthousiaste verkopers. En de massale steun van vele ouders konden we in onze school ruim €1.750 inzamelen. Schitterend, bedankt iedereen. De verkoop is nog niet ten einde. Het verzamelde bedrag wordt in dit schooljaar aan Bednet overgebracht. We houden u op de hoogte. Tijd voor een smaakvol verslag van chocomousse voor Bednet. Kijkt naar TV Beast. Voor het derde en laatste onderwerp nemen we een kijkje in het 6e leerjaar. Zij waren een van de 2 innovatorscholen voor het Vlaams project Edifix. De leerlingen ondernemen namelijk met de nieuwe technologie, de iPod Touch. Bij de start van dit project kregen ze 3 opdrachten. Overtuig uw directeur om de iPod Touch te mogen gebruiken in de klas. Maak een ontdekkoffer voor de andere scholen.
Bedenk een nieuwe toepassing voor de iPod Touch. De leerlingen zelf leiden het project, zij zijn immers de ondernemers. De vorige uitzending van TV Biest ging over de startdag. Tussendoor beleefden ze reeds fantastische momenten. Maar ook een filmreportage van Karre Wiet en minister Viel komt op bezoek. Je kunt de reportage nog bekijken op Karre Wiet, 29 januari. We tonen u nog enkele beelden van dit boeiende project. Dit is TV Biest. Dit was alweer TV Biest. We hopen dat u genoten hebt. Fijn als je reageert op deze uitzending. Dat kan bijvoorbeeld op het gastenboek van TV Biest. Bedankt voor het kijken. Tot een volgende keer tot TV Biest. Als u het nog niet wist, dit is TV Biest.